Voor veel Flevolandse bouwprojecten is stikstof helemaal niet zo'n probleem. Van alle projecten waarover getwijfeld wordt, kan iets minder dan de helft sowieso doorgaan, concludeert de provincie na het doorrekenen van die plannen. Op dit ogenblik hebben we een pakweg 80 projecten doorgerekend tot nu toe. We zijn druk aan het rekenen en iedere dag komen daar weer meer projecten bij die eigenlijk doorgerekend zijn. De Almeerder Mitchell van der K moest vandaag voor de rechter komen voor de diefstal van duizenden naaktfoto's en video's, veelal van bekende Nederlanders. Hij zou dat gedaan hebben door wachtwoorden te kraken, zodat hij in de e-mails en de online opslag van de slachtoffers kon komen. En Bo en Roelvink uit Almere, die is 10 jaar en een enorm kickbokstalent. En ze heeft een boek geschreven. En hoe jong ze ook is, het is niet eens haar eerste boek. Het is dinsdag 3 december. Dit is Flevoland. Goedenavond. Zo'n 80 woningbouwprojecten in heel Flevoland kunnen weer verder. In de bouwfase komt zo weinig stikstof vrij dat er geen belemmeringen meer zijn om door te gaan. Dat meldt de provincie. Woningbouw in Almere Duin en Buiten, het station Almere Centrum, maar ook Warande in Lelystad, het hotel van Van der Valk en woningbouw bij Ens. Dat zijn allemaal projecten waarbij de stikstofuitstoot tijdens de bouw volgens de provincie binnen de normen blijft. Er kan weer gebouwd worden. Op dit ogenblik hebben we een pakweg 80 projecten doorgerekend tot nu toe. We zijn druk aan het rekenen en iedere dag komen daar weer meer projecten bij die eigenlijk doorgerekend zijn. De 80 projecten zijn wel het laaghangende fruit, ofwel projecten waar het stikstofprobleem het eenvoudigst is op te lossen. Zeker nog eens 80 projecten zijn de lastige gevallen. In het begin hadden we een groslijst, maar dat was toen echt groen en rijp door elkaar, om zo maar te zeggen. Daar stonden toen iets van 230 projecten op. Daar zijn een aantal projecten van afgegaan, weer bijgekomen. Maar ik denk dat we nog wel aardig wat projecten door te rekenen hebben. En waarbij het steeds moeilijker wordt naarmate we aan het einde van de lijst komen. Maar ook daar, als we daar ook wel kritisch even naar de vergunning kijken en wat doen we daar nu in. Als een voorbeeld, bij veel evenementen wordt gebruik gemaakt van dieselgenerators of aggregaten. Nou, daarvan hebben we gezegd, als je daar nu elektrische aggregaten voor gebruikt, dan zie je de stikstofuitstoot echt behoorlijk dalen. Hofstra zit dinsdagavond weer met zijn collega gedeputeerden en minister Carola Schouten aan tafel om het pakket stikstofmaatregelen af te stemmen dat vrijdag al is besproken. De provincies en het Rijk willen met de neuzen dezelfde kant op staan om te voorkomen dat er, zoals in oktober, onduidelijkheid ontstaat waardoor de boeren en bouwers in opstand kwamen. Welke stikstofmaatregelen de provincie ook treft, Flevoland zal ze moeten afstemmen met de buurprovincies Overijssel en Gelderland met hun kwetsbare Natura 2000 gebieden. Want dat heeft ook te maken wat gaat Overijssel doen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor de oostkant van Dronte. Daar zien we bijvoorbeeld dat we ook best wel, ondanks het bij dat het dicht bij de Veluwe ligt, we hebben bijvoorbeeld een aanvraag van een camping, hebben we ook doorgerekend. Die kan ook gewoon doorgaan. Maar we zien wel dat we bij de Veluwe dichtbij liggen en dat we dus met de provincie Gelderland in gesprek moeten gaan van ja, ons gebiedsgerichte proces in Flevoland heeft effect op Gelderland en Gelderland heeft effect op Flevoland. Eind december of begin januari komt het kabinet met aanvullende stikstofmaatregelen. Die zijn voor de provincie van groot belang om het beleid waar nodig aan te passen. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar cel geëist tegen de Almeerse hacker Mitchell van der K. Die stond vandaag voor de rechtbank in Haarlem vanwege de diefstal van foto's en video's van tientallen vrouwen. In 2018 was Van der K kandidaat raadslid voor de VVD in Almere. Bij de rechtbank is verslaggever Koen Peters. Koen, waar wordt die Van der K precies van verdacht? Hij wordt verdacht van het inbreken op iCloud en Google-accounts, het hacken daarvan. Als je een smartphone hebt, een mobiele telefoon hebt, grote kans dat die gegevens synchroniseert met een dienst als iCloud of een vergelijkbare dienst van Google. En dan staan daar dus bijvoorbeeld je foto's. En dat is hartstikke makkelijk op het moment dat je een keer je telefoon kwijtraakt en een nieuwe wil. Dan heb je je foto's nog. Maar er zit ook een risico aan en dat bleek dus hier. Want op het moment dat je iemands inlognaam en wachtwoord hebt, dan kan je dus van elke willekeurige computer daarop inbreken. En dat is wat deze Mitje van der K gedaan heeft, zegt het OM. En dat deed hij bij bekende Nederlanders, maar ook bij vrienden en familieleden van hem zelfs, zoals zijn nichtje. En heeft hij dat toegegeven, dat hij dat gedaan heeft? Ja, hij heeft dat toegegeven, maar hij zegt ik werd eigenlijk onder druk gezet om dat te doen en die beelden aan iemand door te sturen. Hij vertelde namelijk het verhaal dat zijn Dropbox-account, zeg maar zijn opslagdienst in de cloud, op een gegeven moment leeg was. Dat bleek gehackt te zijn en hij zegt ik werd afgeperst met dingen die daarin stonden. En toen heb ik de keuze gemaakt om
mee te gaan in de eis van die afperser. En dat bestond uit eigenlijk het lijsten aflopen met e-mailadressen met namen. En kijken of ik in die accounts kon komen. Bijvoorbeeld door het antwoord op een geheime vraag wat je dan moet invullen als je je wachtwoord kwijt bent in te vullen. En op die manier zegt hij, heb ik toegang tot die accounts gekregen. En heb ik die beelden alleen doorgestuurd aan degene met wie ik contact had. Ik heb ze niet zelf op internet gezet, is zijn lezing. Ja, dus hij stelt, ik werd afgeperst. Ik stond zelf ook onder grote druk om dit te doen. Vond het Openbaar Ministerie dat een aannemelijk verhaal? Nee, het OM gelooft daar eigenlijk niks van. Het OM zegt, ja, dat is het verhaal wat hij hier vandaag vertelt en wat hij eerder in een brief heeft aangegeven. Maar als we kijken naar de bewijzen, je moet je voorstellen, al die computers van hem die zijn onderzocht, al zijn internetverkeer is nagegaan. Het OM zegt, ja, dan zijn er eigenlijk geen bewijzen voor die theorie van hem ondersteunen. Dus het OM zegt, dat geloven wij niet. En 3 jaar celstraf is de eis die het OM dus vandaag op tafel legt. Ja, nou kan ik me voorstellen dat het voor de slachtoffers ontzettend ingrijpend geweest is. Zijn er vandaag ook slachtoffers aan het woord geweest? Niet heel uitgebreid, via een advocaat wel op een gegeven moment. Je moet je ook voorstellen dat dit voor de slachtoffers heel veel impact heeft. Het zijn je privéfoto's die dan in één keer in de handen van een ander blijken te zijn. Slachtoffers werden ook niet met naam en toenaam genoemd vandaag om ze te beschermen, om hun privacy te beschermen. Ze kregen allemaal een nummer en daar werd steeds over gesproken. Ze zijn niet uitgebreid aan het woord geweest, wellicht dat morgen nog gaat gebeuren. Het was vandaag vooral de dag waarop Mitchell van der K zijn verhaal vertelde. Ja, want je geeft het al aan, morgen gaat deze zaak verder. Weet je al een beetje hoe de dag van morgen er dan uit gaat zien? Nou ja, morgen mag ook de advocaat van der K reageren op die strafeis. En mag zij aangeven wat zij van de feiten vindt. En dat zal morgen een groot gedeelte van de dag in beslag nemen. Misschien dat we inderdaad ook nog via de advocaat van enkele slachtoffers horen. En dan volgt de uitspraak die volgt 24 december, eind deze maand. Goed, Koen Beters bij de rechtbank in Haarlem. Dank je wel. Op het gemeentehuis en op de visafslag op Urk zijn vanmorgen condoleanceregisters geopend voor de 2 verdronken vissers. Een garnalenkotter, de UK-165 Lummetje, zonk vorige week ten westen van Texel. Waarschijnlijk omdat hun netten bleven haken achter een wrak op de zeebodem. De mannen werden zondag gevonden in de stuurhut van de Lummetje. Voor beide mannen, Jochem Foppe en Hendrik-Jan de Vries, ligt een apart boek. Daarin kunnen inwoners hun medeleven aan de families tonen. De mannen worden vrijdag begraven. De gang van zaken rond een verkrachting in het AZC van Dronten moet onderzocht worden. Dat schrijft LGBT Asylum Support in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie. De organisatie zet zich in voor asielzoekers. Aanleiding voor de brief is het verhaal van Elia, asielzoeker in het AZC van Dronten. Hij zou daar in mei door 2 mannen zijn verkracht en deed zijn verhaal in de Stentor. Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support kreeg Elia het advies van medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers om geen aangifte te doen. Kortekaas wil dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een onderzoek instelt naar de werkwijze van de medewerkers van het AZC, politie en de zedenpolitie. Het is niet nodig om nog een monument op te richten ter nagedachtenis aan de razzia Noordoostpolder. Dat zegt wethouder Wiemer Haagsma in antwoord op vragen van ONS Noordoostpolder en ChristenUnie SGP. Volgens wethouder Haagsma wordt aan de gebeurtenis binnen de gemeente al op meerdere manieren aandacht besteed. Zo is er onder meer een plaquette, een onderduikersbank en een razzia-pad. Moet je er werkelijk nu nog iets bij maken om de razzia nog meer aandacht te geven? Wat u betreft niet. Ik denk dat we er voldoende aan gedaan hebben. In Emmeloord staat een huis. Niet aan de straat of aan de weg, maar in een bedrijfshal. Het gaat om de eerste volledig in de fabriek gebouwde compacte woning van Startblok. Alles is ingericht alsof je er meteen in kan wonen. Een begane grond, 2 verdiepingen, er ligt zelfs gras voor de deur. Een van de eerste punten die we uitgezet hebben in onze visie was, hij moet volledig in de fabriek gebouwd worden. Dus niet in modules, niet in onderdelen naar de bouw, maar echt in één keer. En dat ja, want ik ken bijvoorbeeld wel dat auto's, hè, die rollen van de band af. Ik kijk wel eens dat programma op Discovery, dan zie je alles op de lopende band. En u haalt hier gewoon complete huizen van de lopende band. Ja, klopt inderdaad. En ja, het zou leuk zijn als we misschien eens een keer zo'n serie van Discovery mee kunnen doen. Maar wij gaan hier straks, want dat moet nog allemaal eventjes gebeuren. Maar vanaf volgend jaar. November lopen hier inderdaad woningen van de lopende band. Volgens de initiatiefnemers nemen de woningen minder ruimte in en zijn ze zuinig in gebruik. Toch zijn er niet alleen voordelen. Ja, als je dan toch nadelen moet benoemen, ja, je kan er niet met een heel gezin in.
Maar ja, er zijn ook heel veel huishoudens wat geen grote gezinnen zijn. En daar is het dus de ideale woning voor. Volgend jaar komen de eerste 8 woningen uit de fabriek in Marknesse te staan. Maar daar zit wel een prijskaartje aan vast. Een woning zal exclusief grond, want dat varieert altijd, zal dat tussen de 95.000 en 100.000 euro zijn. En dat is inclusief berg en parkeren, bestrating en keuken. Ja, straks alles erop en eraan? Alles erop en eraan. Ja. En dat is nog te betalen als 1- of 2-persoonshuishouden? Ja, precies. En we weten allemaal in de woningnood, we hebben straks misschien, ik heb een getal horen noemen, 700.000 woningen die we straks moeten opleveren. Ja, waar komen ze vandaan? De Rijksoverheid moet over de brug komen met geld voor de Lelylijn. De spoorlijn die van Lelystad naar Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen moet gaan lopen. Dat zei Henk Pals, een van de initiatiefnemers van de treinverbinding, gisteren op een symposium in Drachten. Daar is gewoon een weeffout gemaakt in het verleden. Toen de polders gerealiseerd werden, is er gewoon geen spoorlijn aangelegd. Dat is gewoon een blunder van de overheid. Nou, dat kunnen ze nu goed maken. Natuurlijk moeten plannen gemaakt worden en moeten rekensommen gemaakt worden. Maar er zit ook een historische blunder van onze overheid ten opzichte van het noorden. Maar de provincies zullen ook een duit in het zakje moeten doen. Ook de provincie Flevoland, zou je toch zeggen, moet meebetalen aan de Lelylijn. Jan de Reus, gedeputeerde, denkt van niet. Nou, u weet dat Flevoland een ontzettende arme provincie is. Dat we hebben hem niet staan in ons coalitieakkoord. We hebben ook geen middelen als provincie. Ik zeg nooit nooit, maar wij zijn niet een provincie die ruimhartig is gecompenseerd voor bijvoorbeeld de privatisering van de energiemaatschappijen of het vertrekken van het aardgas. Wij moeten echt onze dubbeltjes opzij leggen om en te kunnen sparen voor onze eigen voorzieningen. Nou ja, ik denk dat Flevoland zich vol achter de Lelylijn moet zetten. Kijk, geen geld hoor ik dan. Ja, dat is altijd zo. Nou, dat weet ik niet. Er blijken altijd potjes te zijn. Er blijken altijd reserveringen te zijn. Er blijken altijd fondsen te zijn. Alleen, die hebben misschien een stempeltje of die hebben een bepaald etiket. En misschien kunnen creatieve mensen daar ruimte in vinden. En anders moet het uit Den Haag komen. Hoe dan ook, er komt eerst een onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn. Dat is vorige maand besloten. En daar verwacht Pals veel van. Ik denk dat als de 4 provincies zich er vol achter zetten, samen met VNO-NCW en de bevolking en het bedrijfsleven, zeggen wij willen dat die lijn komt. Wij willen weten hoe er gerekend wordt. We willen daar ook in meedenken. We willen daar ook in bijdragen. Ja, dan kan het niet anders zijn dat die lijn er komt. En daar ga ik vanuit. De 10-jarige Bo en Roelvink uit Almere heeft een boek geschreven. Het meisje is bijzonder goed in kickboksen en heeft een trouwe schare fans op sociale media. Al eerder schreef ze zelf een boekje over gezond leven en nu is haar tweede boekje klaar. En dat gaat dus over sociale media. Golden Child Bo, zoals Bo en op internet heet, heeft 24.000 volgers op Instagram. Ook haar andere sociale media worden goed bekeken en gevolgd. De jonge kickbokster heeft het boekje Bo 2.0 geschreven. Het staat vol met tips voor het gebruik van sociale media. Hoe is dat om zoveel volgers te hebben? Best leuk, maar alsnog blijf ik Bo N. En ik ben niet ineens specialer omdat ik 24.000 volgers heb. Nee? Nee. Maar blijkbaar doe je iets wat die volgers leuk vinden, toch? Ja. Ik weet niet wat, maar ik denk omdat er niet zoveel meisjes op kickboksen zitten. En dat kickboksen inspireert blijkbaar een grote groep fans. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. Overal is Golden Child Bo Ann te vinden. Het boekje is echt geschreven door Bo Ann, met hulp van haar moeder. Er staat ook een deel voor de ouders in. En het is ook belangrijk dat je ouders wil weten van je social media, omdat er kunnen natuurlijk hele nare dingen gezegd worden. En gelukkig weet mijn moeder alles van mijn Instagram en alle inlogcodes, zodat ze ook altijd kan kijken wat er wordt gezegd. Heel veel social media is eigenlijk natuurlijk niet voor kinderen bedoeld, maar de kinderen zitten er allemaal wel op. Klopt. Is zij sowieso niet te jong eigenlijk om op social media te zitten? Ja, weet je, je bent voor alles wel te jong of te oud. Het is nooit goed eigenlijk. Zou ze op de 12e wel geschikt zijn? Weet je, waar leg je dan die grens? Ik denk met name dat het belangrijkste is dat je er verantwoordelijk mee omgaat.
En dat doet zij. Dus dan vind ik 10 niet te jong. Ik vind 10 weer wel te jong. Als je ouders niet weten dat je het account hebt, geen wachtwoord hebben, geen login, niet meekijken, ja, dan ben je naar mijn mening te jong. Ze draagt de verantwoordelijkheid, dus dan vind ik er op zich niet te jong. Krijg je wel eens nare dingen dan die gezegd worden? Ja. En wat wordt er dan gezegd? Nou, een scheldwoord en dan jood erachter. En ja, dat is soms best kwetsend voor sommige mensen, maar ik trek me er niet zo heel veel van aan. Nee, echt niet? Nee. Want je bent 10, dus dan lijkt het best lastig, want voor volwassenen is het soms wel lastig om... Ja, wel een heel klein beetje misschien, maar niet heel erg. Wat is jouw tip dan om meer volgers te krijgen? Ja, probeer best veel te plaatsen. Probeer mensen ook een beetje mee te trekken. Dus vooral vragen stellen. Bijvoorbeeld, op welke sport zitten jullie? Wat is jullie favoriete eten? Of wat zouden jullie eerder eten? Aardappelen of spersiebonen? En probeer ze een beetje mee te krijgen. En tot slot een kleine verrassing. Want wat wil Bo Ann worden als ze later groot is? Je raadt het nooit. Vertel, wat wil jij? Ik wil later strafrechter worden. En dit was Flevoland voor vandaag. Robert de Vries is er straks met het weer voor de komende dagen. En meer nieuws uit Flevoland vind je op omroepflevoland.nl. Een fijne avond voor nu en heel graag tot morgen.